hier. Leuk dat je kijkt naar de Korte Week horoscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 39. En dat is van maandag 23 september tot en met zondag 29 september. Dan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het stier als je voor jezelf bepaalde uitdagingen hebt. Je lijkt van bepaalde dingen wat weggelopen te zijn die je eigenlijk wel had moeten oppakken. En ik heb het idee dat je daar voor jezelf deze week echt even een soort van schoon schip mee gaat maken. Het lijkt alsof je geconfronteerd wordt met een bepaald stukje waarbij je ja, eigenlijk zelf ook niet tevreden bent. Waarbij je weet dat je bepaalde zaken anders mag gaan doen. En ik heb het idee dat je deze week daar dan ook echt de ruimte voor wil maken. Omdat je heel erg enthousiast lijkt over wat er wel zou kunnen zijn. En je laat dus je verleidingen, wat voor mij het gevoel is, een beetje in het verleden. Je gaat echt kijken van wat zijn mijn aandelen. En wat kan ik nu eigenlijk veranderen om er een positieve draai aan te geven. Ik heb het idee dat je daar hele goede inspiratie voor hebt deze week. En je lijkt dan ook als een speer te gaan op het moment dat je die keuze voor jezelf gemaakt hebt. Dat je die dingen heel graag wil gaan veranderen. Dit is alweer de Korte Week horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.